Thijsje, de ploeg is veranderd. Wie heb je allemaal meegenomen voor deze komende schaatswinter? Nou, ik heb mijn oude ploeg bijna geheel meegenomen weer. Dus Margot, Yvonne, Jorien en Janine. En daarbij hebben we Letitia de Jong. En Irene Wust. En onze buitenlandse afvaardiging is daar. Nou, Kodaira en Caroline Ermenoop. Bijzonder sowieso, want je doet twee andere culturen er weer bij hebt. En sterk zijn ze ook zeker. Ja, ja, daar kunnen we nog wat van doen. Het is gezellig, we lachen veel en we maken elkaar heel veel beter. Meet. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five, just take five. Welke is dat dan? Alle ballen verzamelen. Yvonne, Irene Wust erbij. Lekker voor jou. Ja, mooie training. Kijk, we helpen elkaar bij alle afstanden in muziek. Nou, ze zijn enthousiast over je. Je wordt een mooie sterke vrouw genoemd. Ik hoorde het. Oh, nou, ik niet. Ja, zeker, een hartstikke mooie ploeg. En ik denk dat we de sterkste damesploeg van de hele wereld zijn. Dus heel hoog niveau. Ja. Op alle facetten. En voor mij valt veel te leren. Het is allemaal sprintkanonnen. En zoals je gezien hebt vandaag, ben ik dat duidelijk niet. Ready? Go! Come on! Bam! Come on! Drie, kom! Huh? Natuurlijk is het wat anders dan 9 jaar TVM en 9 jaar de structuur van TVM. Maar het biedt ook heel veel nieuwe uitdagingen en gaat hartstikke goed. Je hield altijd van lachen in de ploeg en dat kon je met Koen vorig jaar heel goed. Maar al deze meiden die kunnen net zoveel als Koen, denk ik. Ja, het is anders, maar ik heb het zeker naar mijn zin en de sfeer zit er prima in. Dus er wordt een hoop gelachen. Go! 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 You feel like you can go all the way with the power? Beter. Yeah, feel better. Yeah. You know the first training? You remember? Yeah. Yeah. Like, it's a strange feeling in the beginning that you have to put your knees up. But that's... Did the key, I? The key to going fast. Do you believe him? 100%. Was it hard to leave your coach Peter Novak? You worked so many years with him. Well, of course it was hard, because 8 years working with them and with Martina, and I know I appreciate the chance they gave me, because I could have made a step to this team, and so it was a little hard, but I believe it was a good step for me. Yvonne Nauta, go to the start! Iedereen kijkt naar je. Knieën. Go! Maar één ding, wil je de sprong? Nee. Zeg maar. Geen sprong. Het is. Nee, omdat je maar ja, dat deed ik net even voor. Dus toen maar dat was even. Springen, zeg maar. Dat ging ik alleen maar even om haar iets te laten voelen. Dat geldt niet voor iedereen. Galopperende merries. Anki. Het is echt waar. De meiden kunnen goed met elkaar overweg. Ja, en het voelt elkaar goed aan, dus het is best wel een heel bijzonder groepje zo. Ja. Waarom gekozen voor Carolina Erbanova en nou Kodaira als twee buitenlandse? Nou, ze hebben mij benaderd van het winter. En ik denk dat het een hele goede toegevoegde waarde is. Het is natuurlijk een hele hoge kwaliteit schaatsers in het team. En ik denk dat de beste met de beste trainen elkaar nog beter maken naar een hoger platform.
Dus ja, wij kunnen echt veel gebruik maken van elkaar. En zij worden er beter van. En wij ook. Just take five.